U woont in? Leerdam. Leerdam dus. Tegen de gemeente Schoonewoerd aan. Ik woon in Schoonewoerd. En de buren? De buren wonen in Leerdam. Eén huis verder. Er is geen touw aan vast te knopen. Bij een aantal straten valt het ene deel onder Leerdam en het andere onder Schoonewoerd. De grens is bijzonder onduidelijk. En dat gaat regelmatig mis met posten. En onderlaatst hebben we nog een keer die ziekenwagen op bezoek gehad. Van, wij moeten bij die en die zijn. Nummer 2, en dan komen ze op Schoonewoerdse grondgebied. Terwijl het 2 verderop Leerdams grondgebied is. Nou, de pizzacourier komt zo gaande. Die moet dan op de kerkweg af zijn. Maar ik ben dorpsratacht. Maar we zitten op dezelfde weg. Bij deze woning staat zelfs een bordje voor de deur. Dat mensen er zo vaak fout zitten. Er zijn terraskacheltjes te koop op Schoonewoerdse Diefdijk 29. Ik raak er zelf ook over in de war. En dan belanden ze op kerkweg 29, rijden hier het erf op. En zeggen, kom eens een terraskacheltje kopen. Ze dachten, doe ik anders, ik zet een bordje neer. Ook de gemeente Leerdam ziet in dat het anders moet. Dus wordt er een bewonersbijeenkomst georganiseerd om samen te zoeken naar een oplossing. Als het alleen maar om een pakketje gaat, dan is dat niet zo erg. Maar als er straks hulpverlening moet plaatsvinden en ze kunt het niet vinden, ja, dat kan heel vervelende consequenties hebben natuurlijk. Dan is een oplossing de grens verschuiven? En dan gaan we kijken waar kan je de grens dan wel neerleggen, zodat je dat soort problemen voor kan blijven. Maar goed, elke grens waar je hem ook neerlegt is altijd arbitrair. Dus wat wordt het dan? Dit stukje Leerdam bij Schoonewoerd of andersom? Ik ben in Leerdam geboren, dus maakt mij niet zoveel uit. Het liefst blijf ik in Schoonewoerd. Ik voel me eigen puur Leerdammer. Dat moet zo blijven.